Max Verstappen is wel knap, toch, wat hij gedaan heeft? Nee, Max Verstappen had de race dik verloren. En doordat de racecommissaris iets idioots heeft besloten, wat niemand verwachtte, niet waar, ontstond er een situatie waarin Max Verstappen met verse banden nog één rondje kon rijden. En Hamilton, die de race ruim gewonnen had, en eigenlijk feitelijk de hele race in gewonnen positie reed, tenslotte heeft verloren. Ik vond het een hele bedenkelijke zaak. Het is awesome. Kunt u mij horen? Hallo, welkom. Aflevering 106, waarin we praten over de hysterie in ons land na de winst van Max Verstappen. Een wonderkind, Max Verstappen! Ja! Nu we weer in een harde lockdown zitten, praten we ook over hoe we op de lange termijn als Nederland kunnen omgaan met corona. Over de lange termijn valt geen reet te zeggen. En waar we Maarten nog niet over gehoord hebben, is het nieuwe coalitieakkoord. Ja, dat hebben we. Het is een godswonder. Ik had het eigenlijk al opgegeven. Ik dacht, het blijft gewoon demissionair. Het kabinet blijft gewoon nog 4 jaar zitten. Waarom niet? Rutte was er heel tevreden mee. Wat zei hij ook weer? Ik ben nu eigenlijk machtiger dan wanneer ik in een missionair kabinet leiding moet geven. Ja, we hebben een akkoord. Dat is in allerlei opzichten vrij indrukwekkend, financieel gesproken. Maar het is natuurlijk nog een vrij vaag akkoord. Er is geïndiceerd waaraan we in de komende jaren veel geld gaan besteden. Maar de concretisering van de wijze waarop, die is er nog niet. En het tweede punt is natuurlijk dat we maar moeten afwachten of de uitvoering ook daadwerkelijk geslaagd zal zijn. Ja. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat je 100.000 huizen gaat bouwen per jaar, geloof ik. Maar dan moet je ook nog bouwvakkers hebben om dat te doen. En voor zover ik dan het lees in de krant, ik heb verder helemaal geen verstand van bouwvakkers, maar die zijn er helemaal niet. En dat geldt voor een belangrijk gedeelte natuurlijk ook voor het tekort aan mensen die onderwijs geven. Ja. Dat zijn problemen die niet 1, 2, 3 zijn op te lossen. Ik ben er wel erg voor dat de onderwijzers beter betaald gaan worden. Maar of dat ook het tekort 1, 2, 3 zal oplossen, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar denk wel meer geld, dus komen meer mensen. Ja, ik denk toch dat de status van dat beroep in de afgelopen decennia ingrijpend ondermijnd is. Ik denk ook dat het in allerlei opzichten een buitengewoon zwaar beroep is, wat onder andere het gevolg is van het feit dat we in Nederland buitenproportioneel grote klassen hebben. Als we dat vergelijken met enigszins vergelijkbare landen, dan zijn die klassen bij ons wel erg groot. Waarbij bovendien nog het onderwijspersoneel, niet waar vanwege de passend onderwijswet, gedwongen is om kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden ook nog mee te nemen in die klassen waar toch al 33 kindertjes in zitten. Hier blijft toch een feit dat we dat onderwijs in de afgelopen decennia gewoon verwaarloosd hebben. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer met hele vervelende gevolgen. Ja. Omdat uit alle onderzoek blijkt dat de Nederlandse kinderen, als ze 11, 12 zijn, wat betreft de basisvaardigheden, achterlopen bij alle mogelijke andere landen. Hoe zou het dan beter kunnen? Naar mijn idee door de klassengrootte aanzienlijk te verkleinen. Je kunt onderwijzend personeel wel opzadelen met kinderen met leren- en opvoedingsmoeilijkheden. Maar die hebben dan ook wel moeten de mogelijkheden hebben om daar ook tijd aan te besteden. Om extra aandacht te geven. En als die tijd er feitelijk niet is, dan moet je ze daar ook niet mee opzadelen. Het gevolg ook is geweest, als ik het allemaal goed begrijp, van die passend onderwijswet, dat er gewoon veel meer kinderen thuis zitten die tussen de wal en het schip zijn gevallen. Die dus niet naar het bijzonder lager onderwijs kunnen. En tegelijkertijd is er ook geen ruimte in het reguliere onderwijs. Het is allemaal, steeds als je kijkt naar het beleid van de afgelopen, zeg maar 15, 20 jaar, het is altijd hetzelfde ditje. Het is de slordigheid van het beleid, het feit dat er op de mogelijkheid van uitvoering nooit gelet is. Het is hup, het wordt aangenomen en niemand vraagt zich af, kan dat wel? Hoe gaan we dat dan eigenlijk precies doen? Dat is dus allemaal helemaal niet gebeurd. En dat is, komen we toch weer terug natuurlijk op het wonderlijke punt dat de hoofdverantwoordelijke voor een hoop van die problemen merkwaardigwijs onze nieuwe minister-president zal worden. Maar gelukkig worden. Heeft hij wel gezegd, ik ga het allemaal repareren. Hij gaat alles repareren, dat wil ik dan nog wel eens zien. Want hij heeft lang niet alle issues die reparabel zouden moeten zijn, die heeft hij lang niet allemaal genoemd bij mijn weten.
Dus ik wil dat, ik wil het gewoon wel eens zien. Hetzelfde geldt. Je kunt ook zeggen, we trekken tientallen miljarden uit voor de klimaatverandering om die te begeleiden en het stikstofprobleem. Maar de concretisering, die moet nog komen. En dus het is een vaag akkoord. Het is ook niet doorgerekend door het planbureau, als ik het begrepen heb. Dus dat moet ook nog komen. Dat kan, ik neem aan dat het niet al te grote probleem is. Op zichzelf hebben we geld genoeg. En je hebt natuurlijk altijd weer van die mensen die zeggen dat het geld wordt over de balk gegooid enzovoort. We hadden veel eerder fors moeten uitgeven. Die hele bezuinigingswaan die ons met name na de kredietcrisis overvallen heeft, dat heeft enorm veel schade aangericht en was in feite niet echt nodig geweest. Maar wat zeggen we eigenlijk, dat we eigenlijk nog niks hebben nu, wat er ligt? Nou jawel, je hebt een soort van intentieverklaring en iedereen bij de behandeling in de Kamer heeft toch met voortdurend gezegd dat ze erg hun best gingen doen en dat alles een beetje anders zou worden de bekende verhalen over openheid enzovoort, daar geloof ik verder allemaal geen woord van. De wezenlijke, de essentie van de politieke praktijk in Den Haag zal niet werkelijk veranderen, daar ben ik vast van overtuigd. Dat beloven ze wel, hè? Andere cultuur, de Tweede Kamer. Ja, ze beloven van alles, maar ja, veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven, zoals je weet. En veel van die beloftes en trouwens ook van het wensenpakket, waar die beloftes op reageren, die gaan eigenlijk uit van een idee over politiek wat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Als je ingewikkelde politieke onderhandelingen moet je niet in het openbaar voeren. Even de reden dat die stomme formatie eindeloos gesleept heeft, is dat het allemaal transparant moest wezen. En dat, denk aan natuurlijk de ongelukkige transparantie van omzichtfunctie elders. Dat heeft allemaal niet zo'n narigheid veroorzaakt. Nee, onderhandelingen moeten vaak inderdaad in de achterkamertjes plaatsvinden. Dan is er altijd de Kamer om te beoordelen of ze het onderhandelingsresultaat acceptabel vinden. Ja of nee, ja. Dat wel. Laten we nog eens een ander punt erbij pakken, de kerncentrales. Ja, daar ben ik een warm voorstander van. Er is vooral, ook in het tijdschrift Maarten, als ik zo vrij mag zijn, dat op dit punt aan te bevelen, heeft een mooi stuk gestaan dat de technologie er is om relatief veilige kernenergie op te wekken. En nou ja, goed, dat is zonder dat de CO2 daarbij vrijkomt. Al zit je natuurlijk nadat de centrales klaar zijn of uitgewerkt zijn of versleten zijn, ik weet niet hoe je dat noemt in dit geval, al gaan ze bij mijn weten vrij lang mee, dan zit je natuurlijk wel met de restanten, met de radioactieve restanten. Sowieso ook het productieproces zelf genereert radioactieve restanten, maar daar zijn redelijke oplossingen voor. Hmm. We zullen toch op een of andere manier, we hebben een enorme energievraag. Denk even aan dat leuke ding daar in Zeewolde. Voor Facebook, ik zou zeggen, het hele woord Facebook had al voldoende moeten zijn. Om te zeggen, gaat u dat vooral in België bouwen of waar dan ook maar. Patagonië wat mij betreft, maar niet hier. Ik bedoel, dat is goed voor de werkgelegenheid. Dus het is een 500.000 huishoudens. Het is voor de werkgelegenheid natuurlijk. Er werkt niemand. Er zijn mensen die doen het licht aan en uit en die moeten zorgen dat de stroom loopt. Die werkgelegenheid is natuurlijk verwaarloosbaar. Die kun je in een oude hoed stoppen. Dat voel je toch wel aan dat daarin duizenden mensen werken in zo'n datacenter. Maar het is wel het beroep van de toekomst waar iedereen wil werken. Nou, volgens mij. En wat doet hij dan? Loopt hij met een bezem tussen die eindeloze serverkasten door of zo? Dat moet toch ook onderhouden worden? Heb je wel eens foto's gezien? Van, ja, dat is onderhoudspersoneel nodig. Dat is al van beperkte aard zijn. Wie schijnt dat op zijn geweten te hebben? Wiebes, die schijnt eigenlijk een soort spoedtraject te hebben aangegeven aan Facebook. Als je het zo doet, dan gaat het wel lukken allemaal. Nou, maar ik denk dat Nederland daar toch heel blij mee is dat daar komt. Nou, heel blij. Laten we ze dan eerst maar eens denken aan het feit dat ons elektriciteitsnet op een reeks van punten volledig achtergebleven is bij de vraag. En dat is nu al zo, dat heb je toch wel gezien. Allerlei mensen die pleuren een hele dak vol met zonnepanelen. En vervolgens blijkt dat in veel dorpen de elektriciteitsleidingen nog uit de late middeleeuwen dateren. Met als gevolg dat het net het gewoon afsluit. Dus ja. jouw,
Die dingen wekken wel energie op. Maar dat, ja, maar dat hoort natuurlijk bij de verbouwing van Nederland waar het steeds over gaat. De verbouwing van Nederland, ja, maar die is dus niet gaande. Die loopt gewoon achter op tal van essentiële punten. Dat is een van de wonderlijke zaken dat we steeds weer blijkt dat we op allerlei essentiële beleidsmatige vraagstukken onderaan de lijsten bungelen die daarvan zijn. He? Ik wil nou weer niet met die boosterprik aan boord komen. Nou, we maken wat nu wel een niet, dat moeten we eerlijk zijn, dat is niet de schuld van Hugo de Jonge. Maar dat is de schuld van die medische raad, van die weet dat die club, die heeft... Ja, ik weet weer wat je bedoelt. Die hebben dat... Die hebben in september gezet, dat is helemaal... Helemaal niet van belang. Helemaal niet urgent, nee. Dat hoefde echt niet, dat zagen we helemaal. Met als gevolg dat ze in Israël geloof op 1 oktober begonnen zijn. Als wij dat ook hadden gedaan, wie weet. Wie weet had ik helemaal geen corona opgelopen als ik op tijd geboosterd was. Wie zal het zeggen? Ja, dat is natuurlijk een beetje iffy history die ik hier bedrijf. Maar het zou toch kunnen. We waren er dus veel te laat mee. Zoals gebruikelijk, want het is ook wel nou eerder. Moet ik zeggen, ik was gisteren op een boosterlocatie. Niet voor mijzelf, maar voor mijn echtgenote. S'avonds. En daar stonden dus 100 mensen, hebben daar een half uur staan kleumen. Voordat ze de locatie überhaupt konden betreden. Waardoor je ook denkt, zijn we in Nederland überhaupt in staat om iets te organiseren boven kleuterschoolniveau? Hè? Ja, je denkt, het was nou toevallig gisteren droog, maar stel voor dat stortregen. Staan daar dus 100 bejaarden een half uur in de stortregen voor de boosterprik. Dat wil zeggen, ze krijgen wel de boosterprik, maar voor die tijd overlijden ze aan longontsteking. Ik was toch weer verbaasd over dit soort van... En dan vinden, als je die mensen die daar binnen zijn erop aanspreekt, vinden ze zelf ook allemaal enorm vervelend. Maar ja, kennelijk ergens zitten allerlei... Je kunt toch een paraplu meenemen? Je kunt die paraplu meenemen, die neem je alleen mee als je van tevoren al zeker weet dat je een half uur buiten moet staan. Maar daar ga je niet vanuit. Het tegendeel, bij de vaccinatie, althans waar wij gevaccineerd zijn, daar was helemaal niks te doen. Dus kon je gewoon naar binnen lopen. En de jaarbeurs was dat toch echt heel goed georganiseerd? Dat was echt machinewerk. Dit was achter de jaarbeurs ergens. Ja, dus, ja. Dat is toch genoeg ruimte? Maar goed, er stonden 100 wat oudere mensen een half uur lang te wachten in de kou. Oh, dat had ook kunnen sneeuwen, of het was en alles, was er mogelijk geweest. Terwijl er genoeg ruimte is om naar binnen te gaan en daar te maar wachten. Maar als ze dat iets anders aangepakt hadden misschien, ik vind dat moeilijk te zeggen. Ja. Maar hoe dan ook, ik vond het niet passend. Lopen wel in, hè? VWS die deelt cijfers. Ja, die... dat zal dan zeker wel, maar ik vond het weer niet passend. We zijn nu op een paar maanden na, 3 maanden na, zijn we 2 jaar bezig met dit COVID-probleem. Ja. En je hebt toch steeds het gevoel dat er eigenlijk nergens iets wezenlijk geleerd is. Nee. Dat vind ik wel verontwaardigend. Ja, het gebeurt tenslotte. Ja, inderdaad, we hebben Bulgarije weer gepasseerd. Die zullen misschien nog verder onderaan staan nu. Maar jongen, nog aan toe. Had het allemaal niet wat efficiënter gekund. Ja, ze gaan nu wel werken aan een langetermijnvisie, want ze snappen dat je ook zo met het land niet om kunt gaan. Is die langetermijnvisie, dat is natuurlijk heel lollig en iedereen zal dat onmiddellijk bevestigen natuurlijk, jongens. Langetermijnvisie, heel belangrijk. Over de lange termijn valt geen reet te zeggen, omdat er voortdurend nieuwe varianten van het virus opduiken. We zitten nu met, we hebben de cijfers zakken en zo. Dan zou je eerst denk je even, verder zijn. Fijn, misschien toch weer wat minder maatregelen. En nu hebben we dus een variant die afkomstig is uit Zuid-Afrika. Die mogelijk niet dat we 2 verstrekkende gevolgen kan hebben. Het overgrote deel van de wereldbevolking is niet gevaccineerd, zoals je weet. En dat betekent dat er overal potentiële aarden zijn waarbij dat virus, je weet hoe het met virussen zit, die muteren aan de lopende band. Het zijn relatief hele eenvoudige mechanismen en die kunnen dat. Ja. Ik had in dat kader, misschien moeten we daar... Dus die lange termijn, hoe ga je dat precies voorspellen? Hoe ga je dat doen? Nou goed, ze gaan dan geloof ik de structurele uitbreidingsmogelijkheden van de IC's die dat dan gaan ze aanpakken. Daar is geld voor ter beschikking gesteld. Maar ik zie eigenlijk niet precies hoe je op de juiste wijze zou kunnen preluderen op voortdurend opduikende varianten van dat virus.
Want dat kan nog veel erger zijn, zo'n variant. Nou ja, zou die booster zou je natuurlijk structureel kunnen inbouwen en dat eerder kunnen doen. Nou, daar gaat het natuurlijk op die richting gaat het wel op. Fijn, dan kunnen we in ieder geval, bent dan zeker dat we elk half jaar een uurtje buiten kunnen staan. Hè? Ik heb nog een, misschien moeten we een rubriek maken met van... solidaire bejaarden. Ja. Was er ook iets te eten en te drinken bij? Nee, daar had ik natuurlijk ook opmerkingen over. Het fijne is dat mensen dan toch een hele vrolijke sfeer. Ik was de enige wopperaar, dat begrijp je. Ja, dus ik zei ook, wordt er hier water aangeboden? No way. Hè. Krijgen we een broodje of zo? Komt er überhaupt iemand naar buiten en zegt, jongens, sorry, maar dit is even uit de hand gelopen. We hebben te veel afspraken gemaakt. Nee, helemaal niet. Maar ze hielden de sfeer er wel lekker in. Er werd gezongen. Nee, er werd godzijdank niet gezongen. Je moet er niet aan denken, werkelijk. Ook Max Verstappen is gelukkig niet genoemd. Ik moet zeggen, de wachten die hielden wel de juiste geest boven, behalve ik dan. We kunnen misschien een rubriek maken, de recensie van de week. We hebben er weer een, van Kees van de Heuvel. Maarten die zegt, ik ben geen klant van de prikpooier, zo noemt hij het. En ik zal het ook niet worden. Wie is dat? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Sowieso een woord wat ik nooit in de mond zou nemen. Nee, maar dat gebruikt hij zelf. Wat? Dat gebruikt Kees zelf. Ah, dat gebruikt Kees zelf. Dan is dat helemaal voor verantwoording van Kees, niet van mij. Ja. Hij zegt dat linkse gelul van je moet dus ophouden. Ga eerst eens uitzoeken wat er in die vaccinaties zit en hoeveel overdoden er nu zijn. Ik vind je verder een prettige kerel, daar niet van. Maar je moet niet willen dat je je bezighoudt waar je geen bal verstand van hebt. Oké, zegt hij. Ah, ik begrijp wel dat hij een prominente deskundige is op dit terrein. Kees van de Heuvel. Ja, ik zeg Kees van de Heuvel, je hoeft niet te luisteren. Sterker nog, deze hele tekst geeft mij de indruk dat je helemaal beter niet kunt luisteren. Ik zou het ook op prijs stellen als je dat niet meer deed, Kees. Er zijn tal van podcasts, er zijn tal van Twitterberichten waar je je lulkoek ongetwijfeld in kunt vinden, maar niet hier. Dus Kees, stop ermee. Je hoef jij je niet te ergeren en dan hoef ik me niet te ergeren aan het commentaar wat je stuurt. Dat Max Verstappen. Het hele woord prikpooier is al zo volkomen mis, Kees, dat er met jou ook iets mis is. Ja, dat gebruikt hij misschien ook een beetje om de aandacht te trekken. Nou, dat kan me geen donder schelen. Dat is geen enkele reden om dit soort van termen te gebruiken. Okay. Waarvan akte, Kees? Max Verstappen is wel knap, toch, wat hij gedaan heeft? Nee, Max Verstappen had de race dik verloren. En doordat de racecommissaris iets idioots heeft besloten wat niemand verwachtte, niet waar, ontstond er een situatie waarin Max Verstappen met verse banden nog één rondje kon rijden en Hamilton, die de race ruim gewonnen had en eigenlijk feitelijk de hele race in gewonnen positie reed, tenslotte heeft verloren. Ik vond een hele bedenkelijke zaak. Dus Max Verstappen onterecht wereldkampioen. Nou, dat is heel wat anders. Dat is nou weer heel wat anders natuurlijk. Hij had meer races gewonnen dan Lewis Hamilton. Maar ja, feit is dat Lewis Hamilton de laatste race met gemak en overtuiging had gewonnen. En dat door een wonderlijke omstandigheid, dat er iemand van de baan was geraakt. Er was weer een safety car, was in de baan gekomen en zo. En daar is een heel wonderlijk besluit genomen. Het is duidelijk dat de commissarissen wilden dat de race als race zou eindigen en niet, laten we zeggen, in optocht achter de safety car. En dat heeft tot deze wonderlijke situatie geleid. Dan gaat mijn telefoon Ik vind het heel sympathiek van Mercedes dat ze de klachten verder hebben laten vallen. Want dat had jij niet gedaan als je Mercedes was? Nou, het is natuurlijk heel pijnlijk als je tenslotte dan na 3 maanden gelijk krijgt. En dat je dan na 3 maanden via dit een juridische procedure alsnog. Dus ja, het is heel verstandig dat ze het hebben laten vallen. Hmm. Maar ik wijs er nogmaals op, Lewis Hamilton had een race met gemak gewonnen. Ja. En door een hele wonderlijke tournure in de laatste paar rondes, niet waar, is tenslotte Max Verstappen de winnaar geworden. Je kunt wagen met tegen dat hij een fantastisch seizoen had gereden, dat het een beetje een 50-50 seizoen was, maar dat doet niets af aan het feit dat Hamilton bestolen is in de laatste race van het seizoen. Hamilton was ook niet bij de uitreiking in Parijs? Nee, dat vond ik nou weer kinderachtig, moot. Ja. Dat is een beetje net als Bob Dylan die niet opkwam dagen bij zijn Nobelprijs. Nee. Hmm. Kijk, of je accepteert hem niet, je zegt ik wil dat ding niet hebben, prima. Maar als je hem wel wil hebben, oké. Dus ik vond hem. Bovendien Hamilton, die heeft al 7 keer het wereldkampioenschap gewonnen. Ja. Dus we moeten daar ook niet al te dramatisch over doen. Maar het gaat nu puur en alleen over de wijze waarop de laatste race
is afgewikkeld. En wat geloof je van de uitspraak dat die zoon van Schumacher, die crash heeft veroorzaakt, waardoor die safety car is gekomen, dat bewust zou hebben gedaan? Nou, daar geloof ik niks van. Nee? Nee. Het was wel een beetje een rare crash. Nee, dat is allemaal een samenzweringsidee. Maar zij weten toch precies hoe het werkt? Die denkt ook van, ik kan nu, laat ik me crashen en dan komt de safety car. Nee, zo werkt dat niet. In het verleden is het wel eens zo geweest. Niet waar, dat degene die in principe zou kunnen winnen als allebei de kans hebben ze uitvielen. Pa Schumacher heeft wel eens zoiets gedaan. Maar in dit geval geloof ik er helemaal niets van. Maar het record... Daarvoor was de situatie veel te complex en onvoorspelbaar. Maar het record van Schumacher zou er aangaan als Hamilton zou hebben gewonnen. Dat record gaat er voor of laat toch aan. Daaraan zie je overigens een enorm eentonige sport. Het is dat één iemand dus 7 keer achter elkaar wereldkampioen kan worden. Dat is helemaal heel goed. Nou ja, dat betekent wel natuurlijk dat de competitie Jan van Jan Doedel is. Als ik ze vrij mag zijn. Mercedes heeft nu ook gedreigd, de baas van Mercedes, van ja, misschien gaat Hamilton wel niet meer meedoen. Want hij is zo gepikeerd, hij doet zo'n pijn. Nou, daar geloof ik ook niks van. Okay. Dat hangt er vanaf. Ik denk, de salariering is zodanig. Maar ik kan me dat best voorstellen dat hij zou zeggen, nou, ik ben 7 keer wereldkampioen geweest. Dat is mooi geweest. Ja, zo interessant is het dan ook niet meer. Nee. Ja, als het voor de eerste keer wordt, dat is natuurlijk opwinding in de tent. En zeker in Nederland natuurlijk. Hè, want het was een Nederlander weliswaar. Hij is die in België geboren en in België opgegroeid. Maar we hebben er een Nederlander van gemaakt. Het is heel typisch dat de Belgen daar ook helemaal niet moeilijk over doen. Niet waar? En als het een Nederlander is, laten we wel zijn, dan hebben we allemaal gewonnen. Ja. Alle Nederlanders hebben gewonnen. Jij ook en ik en zo. Ik ben ook een meesterlijke coureur als het erop aankomt. Ik vond het allemaal wel weer erg overspannen, moet ik je zeggen. Waar is dat nou goed voor? Zo bijzonder is dat Formule 1 racen nou ook weer niet. Oké, het is een hele goede coureur, daar gaat niets aan af. Er zijn meerdere hele goede coureurs. Het is sterk afhankelijk van het materiaal wat je gebruikt. Nogmaals. Maar hoe verklaar je dat? Want als de Oranje Dames bijvoorbeeld winnen en die worden Europees kampioen, dan staat het Wilhelmina Park ook helemaal vol. Ik weet het, ja. Dat zijn nationale sentimenten. Wij leiden aan een hele wonderlijke afwijking. Namelijk dat als een Nederlander, ik heb al het eerder het voorbeeld genoemd, expres stuk van zaklopen. Een internationale sport, zoals je weet. Maar waar nu geen enkele aandacht aan besteed wordt, omdat de meeste zaklopers uit Oost-Azië komen, dus weten wij veel. Maar je zult zien als een Nederlander wereldkampioen zaklopen wordt, nou, dan heb je maandenlang zijn er programma's over zaklopen. Tienduizenden mensen niet waar reizen naar Kuala Lumpur om daar het wereldkampioenschap zaklopen bij te kunnen wonen. We hebben allemaal petjes op van de zakloperijen. Zakloopcentra worden in Nederland bij bosjes opgericht. Waar ligt toch aan die hele sfeer van alles of niets waar de media aan leiden? Kan dat niet gewoon een betrekkelijk normale reactie zijn? Ja, fijn. Dit waren hele goede coureur, die Max Verstappen. Men breekt niks aan. Ik vind wel dat hij wat agressief rijdt, maar goed, dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik ben altijd een bewonderaar geweest van autoracers die elegant en schadevrij rijden. Jim Clark was mijn held. Die heeft nooit op die manier gereden. Maar goed, het is een stijl en het kan. Het brengt er wel ver. Of Alain Prost, ook een ander voorbeeld, die heet ook Le Professeur. Vanwege zijn elegante en toch Jackie Stewart, ander voorbeeld. Ja. Dus het is niet per se nodig als je echt heel goed bent om, laten we zeggen, altijd onder alle omstandigheden op het scherp van de snede te rijden. Er waren ook veel BN'ers, zoals Gordon en Ali B, die ook fantastisch blij waren en die zichzelf fotografeerden. Ja, zeker. Die zich vooral zichzelf fotografeerden, begreep ik. Ja, dus en foto's met Max op internet zetten. Ja. Kijk ons eens eventjes. Ja, ik heb helemaal vergeten een selfie te maken met een plaatje van... plakplaatje van Max op de achtergrond. Ja, je valt wat dat betreft uit de toren. Het is... Ik heb helemaal niets met dat wonderlijke idee dat als een Nederlands team wint, dat dan afstraalt op alle Nederlanders. Het straalt af op het team. Prima team kennelijk, goede voetballers. Geweldige zaklopers zou kunnen.
Geweldige autoracen, maar daar heb ik verder niet zo verschrikkelijk veel mee te maken. Mijn dag is niet goed omdat Nederland de wereldkampioen zaklopen is geworden. Ja. Nog even over de politiek. Ben je blij eigenlijk als D66-stemmer met wat die partij heeft binnengehaald in het coalitieakkoord? Ja, op zichzelf kan je daar in principe blij mee zijn. Ik ben als een D66-stemmer uit nood. Laat ik het nog één keer uitleggen. Ja, dat weten we. Mijn indruk was dat het zittende kabinet terug zou komen. En verdomd, het is teruggekomen. Had je natuurlijk vergif op in kunnen nemen. En onder die omstandigheden dacht ik, de enige serieuze progressieve partij die in dat kabinet terecht zal komen, met name de enige ook pro-Europese partij die daarin terecht zal komen, daar ga ik dan maar op stemmen. Maar uit nood, ik kan niet anders zeggen. Maar hebben ze het goed, hebben ze de onderhandelingen, heeft Kaag het goed gedaan? En Rob Jetten? Mijn indruk is dat het wel goed gedaan is. En dat een hoop van die bekende, dat las ook ergens wel erg veel cadeautjes voor D66. Ja, de medisch-ethische kwestie blijft vrij. Ja. Goed punt? Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik vind natuurlijk, die kijk, euthanasie is een enorm belangrijk vraagstuk. Ik vond het in de tijd geweldig dat het geregeld werd. En achteraf denk ik wel eens, misschien moet je het gewoon sub rosa houden. Moet je maar eens kijken wat de dagelijkse praktijk, het is ook zo individueel bepaald. Ik weet niet of je dit soort van dingen wettelijk moet regelen. We hebben er alleen maar ongelooflijk veel juridisch glazen mee gehad. Ja. Waarbij allerlei mensen die een 103-jarige moeder geholpen hadden bij een pijnloze dood voor het gerecht gesleept werden. Ten slotte wel bij de Hoge Raad geloof ik er zonder straf vanaf zijn gekomen. Maar het zijn dilemma's waar ik 1, 2, 3 geen oplossing voor weet. Het is net als een beetje het legaliseren van prostitutie. Dat leek me ook allemaal enorm verstandig. En je weet, het heeft absoluut niet de effecten gehad die verstandige en liberaal denkende mensen dachten dat het zou hebben. De vrouwenhandel, de misstanden in die sector, die zijn helemaal niet verdwenen. Dus ja, ik ben wat dat betreft ook op een tal van die dingen waarvan iedereen denkt, dat moet toch te regelen zijn. Is toch een fatsoenlijke regeling, is toch gewoon niet vanzelfsprekend. Waarom zou dat niet gelegaliseerd kunnen worden? En dan blijkt uiteindelijk dat de effecten ervan in feite uitblijven. Niet zijn wat je ervan gehoopt had. Ja. En euthanasie is nog steeds een heel lastig probleem. Waarom duurt het zo lang voordat rekeningrijden eigenlijk pas wordt ingevoerd? 2030? Nou, dat kan ik je zo vertellen. Omdat de VVD er altijd tegen was. Omdat de VVD zichzelf zag als de partij van de autorijders. Ik weet niet of je bent waarschijnlijk te jong, maar we zijn jarenlang geteisterd door een beweging die heette Blij dat ik rij. Ik ben overigens op een leeftijd dat ik al lang helemaal niet meer blij ben dan ik rij. Ik heb er niks mee. Ik zei nog tegen mijn echtgenote, ik over 5 jaar rij ik geen auto meer, dat kan ik je zo vertellen. Ja, ik moest in het donker, tijdens motregen, in de file tijd van Amsterdam naar Utrecht rijden. Nou, auto rijden, Ameula. Wat gebeurde er dan? Nou ja, het is onoverzichtelijk, niet prettig. De bejaarde voelt zich niet thuis op de weg onder die omstandigheden. Daar komt bij dat een deel van de Nederlandse automobilisten waarschijnlijk vrijwel permanent hele sterke stimulerende middelen gebruikt voordat ze in de auto gaan zitten. Anders heb ik geen verklaring voor totaal krankzinnig rijgedrag waarvan je vrij permanent getuige bent. Maar misschien vinden ze wel dat jij heel langzaam rijdt en dat ook gevaarlijk is. Ja, dat zou best kunnen. Dat is mogelijk, maar dat lijkt mij toch, wat ik er zo van gezien heb, dat het meer aan hen dan aan mij ligt. Een beetje blik op de wegtoestanden die je tegengekomen bent. Ja, met dat programma zou je in principe we zouden een heel aparte zender op kunnen zetten voor dit soort van gevallen. Het is altijd weer, als ik een ritje gemaakt heb, het is een wonder dat er in Nederland maar 600 doden op de weg vallen per jaar. Maar wat zag je dan allemaal gebeuren? Ja, mensen die met enorme snelheid totaal onverwacht aan de rechterzijde passeren. Waar ik helemaal niets van begrijp, in de verte zie je dat het stoplicht op rood staat. Komt nog zo'n man zo druk voorbij, Jensen, weet je wel. En hij zou die kleurenblind zijn, denk je nog wel eens. Maar het is toch het bovenste lampje, dus hij ziet wel dat het rood is. Nee, hij gaat er met volle kracht op af en dan begrijp je
vol in de remmen voor het stoplicht. En je denkt, ja, u bent krankzinnig. Misschien was hij aan het bellen en had hij het niet door. Was hij aan het bellen. Ja, dat zou best kunnen. Dat mag ook niet, zoals je weet. Nou, wel als je toch in je karken... Nee, dat moet je ook niet doen. Blijkt uit alle onderzoek dat het enorm sterk afleidt. Je moet gewoon niet bellen in de auto. Okay. Maar bel je wel in de auto, dan ben je een gevaar op de weg. Je hoeft ook helemaal niet meteen iedereen terug te bellen. Ook daar bellen is er ook een ongeneeslijke ziekte langzamerhand. Er zijn ook mensen die naar deze podcast luisteren in de auto, hè? Ik begrijp dat mijn stem zo gerustgevend is dat ze daardoor de neiging hebben om in te dutten. Dus ook dat zou ik... Ik begrijp dat het pijnlijk is om van zoiets fijns afscheid te nemen als mijn stem in een rijdende auto. Maar het is heel wat anders dan het voeren van een gesprek. Ja. Van een gesprek, dat gaat twee kanten op. Maar dat is, je kunt natuurlijk bij die podcast aan mij voortdurend roepen, zoals Kees van... Houd je stomme linkse rotkop dicht. Hè? Dat is mogelijk, maar ik denk toch dat je dan na enige tijd ophoudt met luisteren. Nou, blijf vooral lekker luisteren en abonneer je gratis op deze podcast. Dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe show live staat. En als je er geen genoeg van kunt krijgen, praat dan door met fans op Telegram. Het linkje staat in de show notes. Er worden nu, as we speak, tips gedeeld voor historische podcasts die ook de moeite waard zijn. Tot de volgende keer. Houd je stomme linkse rotkop dicht.